de Japanse duizendknoop. Ik had, dat is alweer een tijd geleden, ik denk in het vroege voorjaar zag ik een item op Nieuwsuur. En dat ging helemaal over de Japanse duizendknoop. En over de reuze, hoe heet die nou, berenklauw. Maar de Japanse duizendknoop viel me op omdat ik dacht, hé, die plant die heb ik eerder gezien. Daar loop ik iedere dag langs in het Westerpark. Dus toen ben ik de dag daarna weer gaan lopen en toen zag ik hem staan en ik dacht, dit is dus niet goed. Dat is gewoon gevaarlijk en nu staat hij in het park. Maar stel dat hij oversteekt naar de huisjes daar of weet ik veel, de buurt intrekt. Wat is daar mis mee? Hij woekert en hij in zijn woekerwortels, die dus vrij diep geworteld zijn, woekert hij stenen, cement, beton, alle, hij kan alles aan. Mm-hmm. En het is een gigantisch probleem om hem uit te roeien. Dat schijnt dus helemaal niet te lukken. Je kan hem niet zomaar even uitgraven en met zijn wortels en al eruit rukken, want zo werkt het niet. Hij woekert onder de grond. Het is een sporenplant, dus het gaat eindeloos door. Daar kom je gewoon niet bij. Het enige wat helpt, schijnt, heb ik mij laten vertellen, is dat je hem steeds maait, totdat hij niet meer kan en gewoon het opgeeft. Zo van, ze maken me steeds kapot, dus ik ga maar gewoon dood. Zo. Ja. Wanneer is het er voor je voor het eerst opgevallen? Nou, in het vroege voorjaar ergens. En niet in de jaren daarvoor? Nee, want ik kende hem helemaal niet. Okay. Ik ben vorig jaar liep ik door ditzelfde gebied over die heuveltjes heen en dacht, god, wat leuke jungle hier. Wat groeit dat hoog, want het is nu vrij laag, maar toen was het heel hoog. En pas toen ik dat nieuwsitem zag, dacht ik, dit is niet goed. Dit is dus dit is gewoon een gemene horrorplant. Nou, zo ben ik er op dat spoor gekomen. En, toen heb ik er een leuk stukje over geschreven in de Staatskrant, zo een beetje leukachtig. Omdat er een meneer in zijn eentje hier zo dapper was om het hele gebied, al deze drie heuveltjes, neer te maaien. In de hoop dat de gemeente dat op zou pikken, want er is iets mee gebeurd. Wat is daar gebeurd? Maar dat is niet gebeurd, volgens mij. Ze hebben niet iets opgepikt. Dat is overigens onlangs wel nog een keer gebeurd, maar ik weet niet wie dat toen gedaan heeft. Dus nog een keer is de hele boel neergemaaid. Het heeft wel zin, denk je, dat, hier, dat de gemeente hierop gewezen wordt en, ja, en daar iets aan doet. Ja, dat moet. Want er liep je net een dame voorbij en die sprak ons aan, want die had al door dat wij daarmee bezig waren. Ja. En die zegt, ja, ik zie ze overal tegenwoordig tot in het Amsterdamse bos toe. Ja, daar moet iets mee, want het is echt zorgelijk. En het ziet er leuk uit, dus iedereen denkt, god, wat een aardige begroeiing. En ik weet niet in hoeverre de gemeente op de hoogte is van dit probleem, maar het lijkt me wel een probleem. Maar er is ook een positieve kant aan deze plant. Ja, het is geloof ik in de verre familie van de rabarber. Dus je kan hem eten. Maar dan moet je wel, want nu hebben ze maar een beetje dunne steeltjes. Ik stel niet goed voor, maar als ze echt in hun volle kracht zijn, hebben ze niet dikke, dan hebben rabarber ook niet dikke stelen. En als je die plukt, dan kan je dat koken en eten. Nou, dat is het enige voordeel daaraan. Dus als je het maait, kan je het misschien ook als groente gebruiken of zo. Maar ja, verder is het dus ruïneus. Echt gevaarlijk.